Hey Waterman, welkom bij je videoclip voor de maandvoorspelling van april. Mijn naam is Annemiek Nu, Anna met twee A's. Hier beneden zie je mijn website staan. Ik ga buiten eventjes een clipje voor je opnemen, omdat dat is wat in me opkwam. Dus ik neem aan dat je hier een heleboel uit kan halen. De tuin is nog niet mooi, omdat alles natuurlijk nog moet gaan bloeien en groeien. Maar wie weet. Hoe dit eruit zal komen te zien. Ik heb hier een den en ik heb een tip voor je. Je kan gewoon één takje kan je zo afknippen en in je thee doen. Wat voor smaak je dan ook hebt. Het brengt iets enorm extra's. Ja, dus we gaan nu even verder. Waar het mij om ging is, ik was even in de tuin. En toen ging ik vervolgens aan de slag met videoclips maken. En toen dacht ik, ja, maar voor Waterman heb ik eigenlijk iets heel anders te doen dan dat ik in deze serie van videoclipjes doe. Namelijk, hier zie je brandnetels. Jij zal nu denken van, waarom laat je dit stukje hier zien? Dat is allemaal onkruid. Nee, absoluut niet allemaal, maar dit hier zo is volgens mij tot spirea. Het is aan het uitkomen, mooie oranje blaadjes al. Maar het gaat mij eventjes om die brandnetel. Want het is onkruid en jij gaat te maken hebben met onkruid. Of je hebt al heel erg lang te maken met onkruid. En daarmee bedoel ik natuurlijk figuurlijk onkruid. Ik zie hier ook prompt een blaadje. Zeven blad. En ik ga de topjes van de brandnetel een beetje voor je plukken. Dat lukt zo niet. Dan moet ik over de camera heen. Hier heb ik niet zo goed over nagedacht, blijkbaar. Ik doe handschoentjes aan. Misschien vind je dat ook fijn. Zeker als het inderdaad om brandnetels gaat. Maar ik ga hier heen hoor. Dus ik ga naar een punt. Ik ga een punt maken voor je. Ik ben een beetje zenuwachtig dat ik dit buiten voor je doe. Omdat het zo onverwacht is. Ik maak wel vaker videoclips buiten. Maar goed. Ik heb een handschoentje aan. Ik heb Allodini en leuke opinie, dus ik doe het eventjes zo, anders ga ik heel veel pijn krijgen als ik geprikt word. Maar wat je dus met onkruid kan doen, is eten. En je kan het in de soep doen. Dus onkruid hoeft niet per se akelig te zijn. Je kan er namelijk van alles mee doen. Dit gaat bijvoorbeeld in de soep, of ik ga er een stoofpot van maken. En de smaak is datgene wat je als smaak er zelf in doet. Op zich smaken ja, in principe alle groene groentes. Alles wat groen is, smaakt hetzelfde, hè? Of niet dan? Ja, anyway. waar dit dus voor jou over gaat, is dat jij onkruid in je leven hebt. Een bepaalde situatie, een bepaalde persoon. Misschien gaat het letterlijk om onkruid voor je. Maar ik vermoed voor de meesten dat het sowieso ook iets diepgaanders is. Namelijk dat je dus last hebt van iemand en dat je diegene dus wel mag verwijderen, mag knippen uit je leven. Maar besef wel dat diegene jou iets geleerd heeft, dat diegene jou iets verteld heeft, dat diegene jou op een vaardigheid heeft gewezen of wat het dan ook is. Waardoor je behoorlijk succesvol of veel blijer kan zijn. Dus wat is de uitdrukking ook alweer? Gooi met het kind het badwater niet weg? Zoiets, hè? Dus je mag diegene best wel verwijderen uit je leven. In april zal je daar hele goede energie voor hebben om dat te doen. Maar voor jezelf, blijf alsjeblieft bedenken dat je dus ook heel veel gehad hebt aan die persoon. Dit hier is ook onkruid. Volgens mij kan je er thee van trekken, dove netel. Maar zie je hoe prachtig het is? Ook al is die persoon onkruid voor jou geweest, of misschien nog steeds, zie er ook de schoonheid van in wat diegene voor jou gedaan heeft. Ja? Dat is punt 1 wat ik je wil vertellen. Dan loop ik nu naar punt 2. Je hebt vast wel eens een cadeau van iemand gekregen waar je over zat te mopperen. Nu wil ik je verder vragen. Oh, heerlijk, het geluid van de vogeltjes. Nu wil ik je vragen om in april daar eens weer nader naar te gaan kijken. Want, kijk, ik heb hier, volgens mij was zij Waterman. Een plant, ik weet de naam niet. Maar ik heb
hier een tuin. En mijn buurvrouw die heeft die 2 keer vernield. En de 2e keer was ik zo ontzettend van slag. Zo zitten huilen. En toen kwam een vriendin van mij samen met haar vriend. Oh, kijk een vlinder. Ik hoop dat je hem zag. En die vroeg ik van, goh, mijn tuin is wederom vernield. Zou je misschien wat planten voor me mee willen nemen? Wat stekjes? Dat is wat ik vroeg. Stekjes mee willen nemen. En toen, mooi hè. En toen heeft ze dat gedaan. Ze is mega gul. Ze is altijd heel erg gul naar mij geweest. Wat voor mij in mijn periode van financiële armoede heel fijn is geweest. Omdat ze mij het gevoel heeft gegeven van overvloed. Waardoor de overvloed voor mij ook kon komen. En zij kwam dus niet met kleine stekjes aanzetten. Het zou niks voor haar zijn. Maar echt gewoon met complete planten ook. En eentje daarvan was zoveel kleiner dan deze. Maar dat is dus deze. Ik heb hem hier in een pot neergezet. Zo van, dit is een potplant. Maar die lange takken daarvan, draden bijna, die hebben dus complete planten zoals hier gemaakt. Dus wederom, dat onkruid, het kan zo wilderig groeien en je kan ervan balen. Zelfs, er zijn mensen die balen van de schoonheid van planten die overwoekeren in hun tuin. Begeleid ze dan ergens naartoe. Ga er iets origineels mee doen. Ga ze omhoog vastmaken. Kijk, deze hier kan je gemakkelijk oppakken. Dit zijn dus allemaal draden die ik dus 4 jaar geleden van haar gekregen heb. Dus niet die draden gekregen heb. Niet die lange takken, maar een klein plantje. En dit is het geworden. Dus Joycey, als je kijkt, dankjewel. Niet alleen letterlijk vanwege de plant. En hij bloeit prachtig dit jaar. Maar even kijken, ik zag dat hij nog ergens ging zich vastgezet had. Oh ja, hier zo. Mijn vuurplaatsje hier. Hier zo is hij ook vast gaan zetten. Komen ook gewoon allemaal weer bloemen aan. Maar zeker ook, ze heeft me dus iets gegeven. Niet dat zij onkruid is, maar iemand heeft jou iets gegeven. En je waardeert het niet volledig, omdat je denkt van, ach ja, het gaat gewoon helemaal op in de rest van de tuin. En ja, zo heel erg belangrijk is het niet. Maar dat wat die persoon voor jou gedaan heeft op mentaal of gevoelsmatig gebied, dat is behoorlijk groot geweest. En in april ga je daarbij stilstaan, ga je daar meer besef van krijgen en dat gaat je een enorme dankbaarheid opleveren. En als jij die dankbaarheid gaat uitspreken, dan gaat het alleen nog maar groter worden, zowel voor jou als voor diegene. Diegene zelf die gaat er dan ook heel erg blij mee zijn dat je zo dankbaar bent en dat diegene dat allemaal niet voor niks heeft gedaan en heeft gegeven. En vooral ook dat je gewoon nog steeds, eenden vliegen weg, dat je nog steeds aan diegene denkt. Zoals je net zag, waren er vlinders. En vlinders komen af op brandnetels. Tenminste, een bepaald soort doet dat. Dus ook hier weer een voordeel van zogenaamd onkruid. Het trekt vlinders aan. En vlinders, ja, ik geniet daar ontzettend van. Zoals je net zag, ik onderbreek zelfs even het praten om te genieten van de vlinder. Dus al met al gaat dit stukje dus voor jou over onkruid. Maar dan dus het symbolische voor jou in je leven. Van hé, wat voor goed kan jij halen uit brandnetels? Uit onkruid. In de maand april. Dat het kan, is sowieso waar. Maar ik hoop voor jou dat je dus ja, de moed, het bewustzijn en de zin vindt om er dieper bij stil te staan. Dat wat eigenlijk niet fijn is in je leven, dat je daar toch heel veel aan gehad hebt. Het komt vanzelf naar je toe hoor. Maar hoe diep je het gaat ervaren, dat is aan jou. Vandaag is de poort open. Op het moment dat ik dit post, de 22e, profiteer ervan. Heel veel liefs in elk geval. Dank je voor het kijken, voor het liken en het abonneren. Ik heb al meer dan 4000 abonnees. Echt super, dank jullie wel. Dank jullie wel.